Welke gebeurtenis van het afgelopen jaar heeft een grote invloed gehad op uw werk? Ik denk daarbij aan het laatste kinderrechtencommissariaatverslag, het jaarverslag van de kinderrechtencommissaris, waarin vooral ook het leerlingenvervoer voor kinderen vanuit het buitengewoon onderwijs ter sprake kwam. Dat die zo lang op de bus moeten zitten. En wij proberen daar iets aan te doen, samen met minister Weitz en minister Krevits, om te zorgen dat die leerlingen op verschillende manieren naar school kunnen gaan. En we gaan daar samen aan werken om te zorgen dat die wachttijden verkorten.